Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer bij jullie terug met weer een nieuwe adventkalender. Ik ga vandaag de L'Occitane, als ik het goed uitspreek, weet niet hoe je dat merk uitspreekt, adventkalender van 2020. Dit is weer een lekkere, dure kalender, dus ik ben weer heel erg benieuwd wat hier allemaal in zit. En dan kunnen we gaan kijken of het die hoge, dure prijs waard is of niet. Ik heb op dit moment echt al een heleboel adventkalenders unboxed hier op mijn kanaal. Echt van 10 euro tot aan 100 euro. Echt elke prijskategorie heb ik gehad. En de meer dure adventkalenders spreken mij persoonlijk toch wel iets meer aan. Omdat je dan wat minder opvulproducten krijgt. En meer producten krijgt waar je echt wat aan hebt. Dus ik ben weer extra enthousiast over deze kalender. Ik heb hem gehad in PR. Dus ik heb er niet voor betaald. Maar zoals altijd verandert dat absoluut niet mijn mening. Als je niet wilt weten wat erin zit, bekijk deze video dan niet. Want ik ga dus alles unboxen vandaag. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, dit is dan de kalender. Hij is best wel zwaar. Hij blendt echt totaal in met mijn groene achtergrond. Ik dacht, ik ga vandaag ook voor groene achtergrond en rode lippen. Want dan match ik met deze kalender. Hij is niet heel groot, maar wel echt heel erg zwaar. Dit is de My Advent Box 2020. En deze heeft ook weer 24 vakjes. Dus de bedoeling is dan dat je in december, vanaf 1 december tot 24 december tot aan kerst, elke dag een vakje openmaakt. Maar wij gaan hem dus vandaag gewoon in één keer openmaken. En dan als je het openmaakt, is dit de box. Hij is echt heel erg luxe. De kwaliteit van deze box is echt luxe. Echt amazing. Dus dat vind ik wel fijn. Want dat is ook wel een beetje wat je verwacht. Als je maar liefst even kijken. 119 euro betaalt voor een adventkalender. Maar de box heeft een waarde van 199 euro. Dus je maakt wel wat winst als het goed is. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat hier allemaal in zit. I can't wait. Als er nog een adventkalender is die jij graag wilt zien, let me know. En dan ga ik misschien ook wel unboxen hier op mijn kanaal. Maar we gaan wel nou een beetje richting het einde. Ik denk dat we nou wel echt een heleboel kalenders hebben gehad. Dus ja. Maar toch, als je er toch nog eentje wilt zien, let me know. Ik heb echt nog geen idee wat hierin zit. Online staat wel een foto met alle producten die hierin zitten. Maar daar heb ik expres niet naar gekeken. Want ik wil altijd worden verrast samen met jullie. Dus let's do this. Ik zal ook even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Dit is echt mijn beste rode lipstick ever. En hij is gewoon van Morphe. Dit is de matte lipstick. Hij is ook echt super mat in de kleur Dominate. En dit is echt de perfecte kleur rood. Hij heeft ook heel erg een blauwe ondertoon. Wat het dus helemaal zo perfect rood maakt. Dit is echt mijn fave. En hij is heel mat, maar ik vind hem niet te mat. Hij droogt mijn lippen niet uit. Dus als je nog op zoek bent naar een goede rode lipstick, ik raad deze aan van Morphe. Oké, jongens, zoals je kunt zien heb je dus allemaal een soort van lades. En dan als je die eruit trekt. Oké, niet vallen Sarah. Alles valt eruit. Dan zitten hier alle vakjes in. Zien we dit? En we beginnen gewoon met 1. En ik zie al gelijk dat 1 hierin zit. Alles gaat eruit vallen. Weet je wat misschien handiger is? Ik ga gewoon even alle lades er gewoon uithalen. Want anders wordt dit echt een mes. Kijk, hieronder heb je wat diepere lades. Kijk. Echt mensen, de kwaliteit van deze kalender. Echt amazing. Oeh, hier heb je er echt een heleboel. Oké, we gaan gewoon beginnen met 1. En 1 zit hierin. Dit is zo, by the way, een beauty advent kalender. Maar volgens mij hebben hun alleen maar skincare als het goed is. Volgens mij hebben ze geen make-up. Maar we will see. We gaan beginnen met 1. En dit is dan wat erin zit. We hebben van L'Occitane Shower Oil. Dus olie voor in de douche om je lichaam mee schoon te maken. Cleansing and Softening Shower Oil. We krijgen 50 ml. Dit is echt zo'n product die ik echt zou gebruiken in de douche. Vooral want het is een olie. En dat vind ik heel erg fijn, want ik heb best wel een droge huid. Ook mijn lichaam is best wel droog. Dus ik ben hier heel blij mee. Ook een goede hoeveelheid, 50 ml. Het eerste product ben ik al heel erg happy mee. We gaan naar 2. Even kijken, waar is 2? Ik vind zulke kalenders met gewoon zo'n boxje altijd zo fijn. Want altijd al dat gescheur en kapot maken. En is gewoon altijd allemaal funest voor mijn nagels. Dus dit vind ik altijd heel erg fijn. Nummer 2 is hier. De boxjes zijn ook al gewoon open, dus je hoeft ze niet open te maken. We hebben hier Eau de Parfum. We hebben een mini parfum, 5 ml. Oké mensen, ik was heel even weg. Ik werd gebeld door mijn boekhouder. Was best wel een lang gesprek, maar I'm back. Dus waar zijn we gebleven? Volgens mij bij deze parfum. Even kijken, ik heb hier dus een Eau de Parfum van L'Occitane. Oeh, hij ruikt heerlijk. Wacht even hoor. Hij ruikt echt heerlijk. Ik vind het ook fijn dat het een Eau de Parfum is en niet Eau de Toilette. Want Eau de Toilette vervaagt altijd super snel die geur.
Wauw, hij ruikt echt heerlijk. Ik ben hier heel blij mee. We gaan verder met nummer 3. Dat is deze. Wat krijgen we hier? Voor Very Dry Skin handbalm. Voor extreem droge huid een handcreme. Ik heb een droge huid, maar ik gebruik nooit handcreme. Dus altijd alles wat ik niet gebruik gaat of in een winactie of naar mijn moeder. En dit soort kleine verpakkingen, dingetjes, geef ik vaak aan mijn moeder. 10 ml aan handcreme voor de hele droge huid. Dan gaan we verder met nummer 4. Oeh, deze is groot. Dit is nummer 4. Volgens mij, wat is dit? Exfoliating. Volgens mij is dit een soort van scrub. Ja, amandelscrub. Crunchy muesli scrub. Is dit om te eten of is het voor het lichaam? Oh nee, het is voor het lichaam. Het is niet om te eten, ik ga stuk. Ja, exfoliating, removing dead skin cells. Dus je kunt hiermee gewoon je lichaam scrubben. Ik gebruik altijd een lichaamscrub. Vooral omdat ik ook bruiningsmoes gebruik, moet ik altijd daarvoor scrubben. Dus je moet het gebruiken in de douche om je lichaam te scrubben. Nou, helemaal top. Ben ik blij mee. We gaan verder met nummer 5. Dat is deze. En we hebben hier dit. En dit is ook een handcreme. 30 milliliter. Dit is wel een stukje meer dan wat we hier kregen. Een L'Occitane Dry Skin handcreme. Dus ook weer voor ja, de droge huid. Maar mensen gebruiken ook altijd handcreme omdat ze een droge huid hebben. Anders gebruik je überhaupt geen handcreme. Dus ze hebben hier helemaal zo gezet voor dry skin. Maar dat is eigenlijk een beetje vanzelfsprekend, lijkt mij. Maar ook handig om te hebben. Volgende is nummer 6. Die hebben we hier. We hebben hier een watergel cleanser om je gezicht mee schoon te maken. Deze komt mij bekend voor. Volgens mij heb ik deze al eerder gebruikt en vond ik hem best wel fijn. 40 milliliter, dus ook weer een goede hoeveelheid. Ik vind het altijd belangrijk in adventkalenders dat niet alles super super klein is. Altijd alles onder ongeveer 20 milliliter en daaronder vind ik altijd toch best wel weinig. Mijn grens ligt altijd bij 20 milliliter. Dus 40 milliliter vind ik echt ideaal. Kun je je gezicht mee reinigen. Ik denk ook ideaal voor de droge huid, want het is echt zo'n waterachtige gel cleanser. We gaan verder met nummer 7. Deze is heel mooi goud. Ook in zo'n kleine verpakking. Alsjeblieft niet weer een handcreme. Voor een normale tot de vettige huid. Oil ding. Moisturizer voor de face. Dit is een gezichtscreme voor de normale tot vettige huid. Ook weer fijn dat je ook iets krijgt voor een vettige huid. Want bijna alles wat we tot nu toe hebben gehad is een beetje gericht op de droge huid. Gewoon een gezichtscreme. Ik vergeet heel tijd waar ik ben. Nummer 8 is zo geel. We hebben hier Shea Butter handcreme. Weer een handcreme. We krijgen, even kijken, hoeveel milliliter is dit? Ik zie even zo 1, 2, 3 niet hoeveel milliliter dit is, maar het is in ieder geval wel zo'n kleine verpakking. Jullie weten van mij, ik hou echt totaal niet van handcremes. Ik gebruik het niet, maar ik had dus in mijn laatste video gezien dat een heleboel van jullie wel blij zijn met handcreme. Dus dan is dit echt ideaal, maar voor mij persoonlijk, al deze handcremes doe ik echt niks mee. We gaan verder met nummer 9, die is ook weer zo goud. Haarmasker. Oh, dat vind ik wel leuk. Haarmaskers gebruik ik altijd wel. Met 5 essential oils. En we krijgen 20 milliliter. Is dus precies op mijn grens. Dus daar ben ik nog gewoon blij mee. Je moet het in je haar doen. En na 5 minuten eruit wassen. Er zitten geen siliconen in. Dat is top. En er staat dat dit je haar laat glanzen. Nou, ik denk dat elke vrouw hier wel blij mee zou zijn. Want wie wil nou geen mooi, gezond, glanzend haar? We gaan verder met nummer 11. Deze is groen. Wat is dit? Pillow Mist. Relaxing Pillow Mist. 15 milliliter. Ik denk dat dit zo'n spray is die je op je kussens moet sprayen. Maar waarom? Zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik heb geen idee. Pillow Mist. Relaxing Pillow Mist. Dus als je dit erop sprayt, dan is dat dus heel relaxing of zo. Oeh. De geur is niet per se wauw of zo. Maar ja, dit zou je dus moeten helpen met relaxen en slapen in bed. Oké, dit vind ik wel leuk. Want ik wist helemaal niet dat dit bestaat. Dat dit een ding is. Dus dit ga ik zeker proberen. We gaan verder met nummer 12. Dit is iets groots. Body Milk. Body Lotion. Body Milk. 75 milliliter. Weer een goede hoeveelheid. Hij is heel mooi wittig. Ik weet niet waarom ik dat mooi vind, maar ik vind dat gewoon mooi. Altijd fijn voor je huid. Vooral in de wintertijd heb je altijd een best wel droog huid. En ik heb sowieso al een droog huid. Dus body lotion ben ik altijd heel blij mee. Want ik smeer mij elke ochtend na de douche compleet in. Dus ik kan niet genoeg body lotion hebben. Nummer 13 is best wel groot. We hebben hier shampoo. 75 milliliter aan amandelolie shampoo. Amandelolie is altijd heel verzorgend. Laat je haar mooi stralen. Geeft zo'n mooie glans. Dus dit is handig om te hebben. Ik zie dat ik nummer 10 ben vergeten. Goed zo, Sarah.
elke video weer. Vergeet ik er minimaal eentje. We gaan nog eventjes 10 unboxen. Deze is wel weer heel klein. Dit is Comforting Cream. 5 ml vind ik echt veel te klein. Even kijken, lichte gezichtscreme. Is gewoon ja, een moisturizer voor je gezicht. Oké, we gaan nou weer verder dan met nummer 14. We zijn weer op schema, jongens. Nummer 14. Weer zo'n gel iets. Dit is ook een Frans merk. Dus alles staat er in het Frans. En dan moet ik zo op zoek naar het Engels. Even kijken. Ja, hier. Gel facial. Gezichtsgel. Dus gewoon voor je gezicht een gezichtsgel. 20 ml. Ook weer net op mijn grens. Dus vind ik prima qua hoeveelheid. We gaan verder met nummer 15 in een groene verpakking. Wat is dit? Shampoo. We hebben weer een kleine shampoo, jongens. Voor elke haarsoort 35 ml. En zonder sulfaten en siliconen. Dat is ook altijd heel erg fijn voor mensen met krullend haar. Ja, wat moet ik er nog over vertellen? Gewoon een shampoo. Nummer 16 is de volgende. Weer een handcreme volgens mij, ja. Weer een handcreme. Wel een goede hoeveelheid, 30 ml. En er staan allemaal van die bloemetjes op. Dus volgens mij heeft dat een beetje dan een bloemetjesgeur of zo. Ja, ik ruik niet echt iets, maar daar ga ik dan gewoon vanuit. Ik vind wel dat we nou genoeg handcremes hebben. Het wordt nou een beetje overdreven. Dus ik hoop dat vanaf nu we geen domme ass handcremes meer krijgen. Volgende is nummer 17. Een gel cream hair mask. We hebben weer een haarmasker. Wat doet dit dan? Moisturizing. Oké, dit is dus fijn voor mensen met droog haar. Ik heb ook heel droog haar, dus dit vind ik ook heel erg mooi. En dit maakt je haar dan minder droog, 20 ml. Next up, nummer 18. Wat krijgen we hier? Oh, dit ziet er een beetje anders uit. Micellair water voor je gezicht, make-up remover. Dit is gewoon micellair water om je gezichtsmake-up eraf te halen. Ik hou niet zo van micellair water. Ik hou altijd meer van gels om mijn make-up eraf te halen. Micellair water is niet echt mijn ding. Dus dit gaat naar mijn moeder of in de winactie, een van de twee. Of ik kan dit gebruiken voor mijn oogmake-up. Dat zou ook kunnen. 30 ml, goede hoeveelheid. Nummer 19 is hier. Dit is weer iets heel kleins. Precious Cream, 5 ml. Volgens mij is dit gewoon weer een gezichtscreme. Ja, voor het gezicht. Een gezichtscreme, ik vind hem wel echt te klein. Next up, nummer 20. Oeh, wat is dit? Ook een crème. De verpakking is heel apart. Staat verder helemaal niet op wat het is. Alleen maar crème. Oké, ik heb geen idee wat het is. Divine Cream. Ik ga even opzoeken wat dit is. Mensen, ik heb online gevonden wat het is. Oeh, de full size is €59. Nou. Dit is een anti-aging crème. Gezichtscrème. Een anti-aging gezichtscrème. Ideaal voor de wat oudere vrouwen onder ons. Maar ook wel de wat jongere. Ik zou dit ook gewoon gebruiken. Want hè, voorkomen is beter dan genezen. Next up, nummer 21. Ook weer iets heel erg kleins. Weer een cream. 5 ml Ultra Thirst Cream. Dus voor mensen met een droge huid is dit ideaal. Wel weer echt heel klein. Ik moet zeggen, we krijgen heel veel gezichtscremes en heel veel handcremes. Nog 3 te gaan. Hier is nummer 22. Oeh, wat is dit? Serum? Ja, een serum, jongens. Overnight Reset Oil Serum. Deze moet je dus denk ik in de avond op je gezicht smeren. Hier ben ik happy mee. Dit is iets wat ik echt gebruik. De laatste twee, nummer 23. Dit is ook weer iets heel kleins. Lipbalm. Yay. Ik heb altijd super droge lippen. Dus met lipbalmpjes ben ik altijd heel blij. Ultra Rich Lip Balm. En dan de laatste. Vaak is de laatste het beste. Dus laten we ook gewoon hopen dat dat nu het geval is. Maar dat is het niet. Dit is een balm. Cosmetic balm. Deze heb ik al. Ik heb de full size versie van dit product. En dit is een all over balm die je vol van alles kunt gebruiken. Ik vond hem altijd heel fijn om te gebruiken op de lippen. Maar goed, ik heb hem al. Dus deze ga ik weggeven. Dit is best wel een fijn balmpje. Hij is ook best wel dikkig en vettig. En dat vind ik echt heel erg fijn. Nou jongens, dit was het dan. Dit was dag nummer 24. Nou, ik ga even gewoon weer alles er gewoon terug inschuiven. Zo, dat was het dan. Nou is hij echt een stuk lichter. Hij is helemaal leeg. Nou, wat vonden we van de kalender? Ik ben echt zo benieuwd wat jullie hiervan vinden. Het is dus echt een skincare kalender. Verwacht verder geen make-up. Het enige andere wat we hebben gehad is een parfum. Maar voor de rest is alles gewoon skincare. De verpakking van de kalender is echt geld waard. Vind ik het een goede kalender? Hangt er een beetje van af. Je krijgt heel veel handcremes, dus daar moet je wel van houden. Voor mij is dat al iets wat niet werkt. Ik vind het al met al wel gewoon een goede kalender. Je krijgt echt wel waard voor je geld. Je hebt ook echt bijna geen mini-mini producten. Je hebt er wel een aantal. Maar in verhoudingen heb je echt vooral gewoon producten met gewoon veel inhoud. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Dus al met al vind ik het wel een goede kalender. Maar let wel echt op, je krijgt heel veel handcremes en ook heel veel gezichtscremes. Maar goed,
Ik heb al een heleboel producten van het merk. En ik vind het echt wel een fijn merk. Dus ik vind het ook gewoon best wel een leuke kalender. I like it. Ondanks alle handcremes. Nou, ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!